En de Surinaamse Vereniging van Journalisten heeft vanaf afgelopen zaterdag een nieuw bestuur. Vishmohani Thomas is bij enkele kandidaatstelling gekozen tot voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten. Zij volgt Carla Boetius op die sinds november 2017 de organisatie heeft geleid. Door de COVID-pandemie kon de bestuursverkiezing niet eerder worden gehouden. In het bestuur hebben verdere zitting Raoul Lid als ondervoorzitter, Jason Pinas als secretaris, Naomi Hoever als penningmeester en Sifra Goudland als commissaris. Het bestuur heeft enkele plannen ontvouwd op de algemene ledenvergadering. Zo zal er verder worden gewerkt aan het krachtiger maken van de organisatie, waarbij ook diverse journalisten toegelaten zullen worden tot de SVJ.